Yo guys, Gletsch hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag is de allereerste aflevering van Minecraft Survival Season 2. We zitten hier op het spawn eilandje. We zijn hier met redelijk wat mensen, toch wel die F in de shit. Dit is een random eilandje, maar we gaan naar het shopping district. En vanuit daar gaan we verder kunnen survivalen. Oeh, de eerste boom die ik unbox in de server. Oeh, de eerste lok die ik oppak in de server. Het zou wel nog cool zijn als je daar like, shops en die ravine doet. Dus wel is dat cool te denken. Dat je zo echt zo op layers kunt werken. En dat je like, in de... Oh, this is gonna be litty. Ooh. Ja, man. En weet je wat er lit gaat zijn als er iemand niet een heel season aan een Black Pearl werkt? Ai, ai, ai! De grap, okay, politie. Maar uw Black Pearl was wel mooi. Dus dat kreeg je wel. Je bent toch een lieve gemeenerik. Ja, en ik ben een kneus. Creeper! Oh, man. Oeh! Ah! Doe ik hier normaal? Nee, nooit. Wacht. Waar is onze Minecraft koning als we hem nodig hebben? Ja, ik heb die! Ik heb geen Minecraft koning nodig, ik heb gewoon een zwaard nodig. Het is ook trouwens het plan dat ik vanaf nu elke vrijdag ga streamen, dus is dat beloofd? Nice. Ik weet ja, de held hier. Nummer 15, nee sorry man, dit is een gesloten SMP. Dit doen we gewoon met onze groep hier. Nee, oh! Fucking kutkins! Boys, ik ga drastische beslissingen nemen en ik ga al naar mijn land gaan, dus Ja, ik ook. Doei jongens! Yo! Wacht, ik moet om even kijken waar ik heen moet. Dan moet ik naar het noorden toe. Noordoosten normaal. Oké, okay, dan doe ik jullie allemaal een team groen. Yes, daar is ons land. Yo, kom. Ik zit ergens. Let's go. Oké, okay, we zijn dus een dagje verder. We zijn ondertussen gesetteld in de taiga biome hier. Ik heb hier mijn stuff liggen. Mijn bed. En wat, er zit wat troep in. Hier zijn de 10 diamonds die Paddy me had beloofd. Hij heeft er zelfs 11 gegeven en een carrot. Super lief, super lief. En hier heeft mijn sidekick, dit zijn allemaal diamonds aan mijn... Ondertussen heeft Stijn ook al een enchanting room met Fortune 3 erop. Ja, een enchanting room en hij heeft een pickaxe met Fortune 3. En die gaan we even gebruiken, want ik heb wel nog wat diamonds liggen hier en daar. Hier is de strip mine. Nu ik even slash app data openen en dan ga ik even de diamonds wegminen. Oké, okay, we zijn hier dus terug aangekomen. Zoals je ziet hebben we 33 diamonds. Als we dat omzetten plus de blok die ik... Had ik nog een diamond blok? Nee, precies niet. Maakt niet uit. Maar dat is dan in totaal al 4 bloks en 6 diamonds. Dat is niet slecht. Dus ik stel voor dat we natuurlijk naar de enchanting table gaan van Stijn. En dit was ik vergeten. Abonneer op Sura. Zeker doen. Yes. Stijn heeft ook al een mending villager, kunnen jullie dat hebben gezegd in de video, maar dat is wel echt nice. Ja, we kunnen dat voor ons eigen gebruiken, of we kunnen natuurlijk shop maken. Hij heeft ook al een mooi hek gebouwd rond de village, wat natuurlijk fucking cool is. Dit heeft hij zelf gebouwd, denk ik? Ja, dat is fucking cool. Maar vorig seizoen waren er complaints dat ik te weinig on-camera doe. En ja, wat kan ik zeggen buiten dat dat waar is? Dus daarom ga ik deze serie veel meer on-camera doen. Bijna alles on-camera. Dus hier hebben we mijn helmet. Ah, ik heb wel nog niet level 30 enchanten. Dat was ik vergeten. Ik ga gewoon de diamond... Ik ga de diamond gear een andere keer maken. Ik weet dat we nu speciaal helemaal naar hier zijn gelopen. I know that. Maar... Ik wil eerst level 30 zijn. En dan ga ik pas enchanten. Diamond gear enchanten. Dus bedankt Stijn. Om ons te leiden naar de village. Maar achteraf gezien bleek het niet nodig. Daarom ga ik dit seizoen aan mijn eerste bul beginnen. Ik wil deze keer alles mooier maken. Ik heb daarom ook gewoon echt gewoon een groot plateau gekozen. Met een zeetje en al die dingen. Maar de eerste bul die ik wil gaan doen is eigenlijk aan mijn mine. Dat is eigenlijk de eerste build die ik wil afmaken, zal ik maar zeggen. Want ja, dat leek me cool. Want ik wil alles mooi hebben dit seizoen. Geen random mine in mijn eilandje. Want die mine was echt verschrikkelijk van bij de Black Pearl. En dat willen we niet meer. Nu, ik ga even wat shit hierin droppen. Voilà. Hey, voilà. Voilà, voilà. Ik ben ook wel gravel aan het verzamelen voor het geval dat we dat nodig gaan hebben voor dinges. Hoe heet het?
Metzolding. Nee. Ton, ja, dat was het. Ja, ik weet niet echt de exacte naam in Minecraft, maar het was zoiets. Ik zat ook te denken om dit nog dicht te maken. Die cave zit hier eigenlijk niet echt veel te doen. Hij zit alleen maar aan de weg. Dus ja. En alles hier ook een beetje meer gelijk maken. Goed, deze ook even weghalen. En dan zat ik ook te denken om misschien te gaan wonen tijdelijk in deze grot. Of een huisje daar op te bouwen. Dat weet ik nog niet. Of een Black Pearl, dat ken ik. Dat ga ik niet doen. Oké, het start eigenlijk vrij simpel. Het zijn eigenlijk vrij simpele statues en iedereen kan ze basically bouwen. Maar ze moeten dus ongeveer gelijk hiervan weg zijn. Ik heb wel nog geen selected pickaxe, wat niet zo handig is, maar dat maakt niet uit. Daarom ga ik de onder... Ik ga het eerst in bricks maken en dan ga ik er hier en daar wat stone aan toevoegen. Jazeker. Voilà, ik heb hier dus wat stone bricks. Vorig seizoen was ik eigenlijk eerder begonnen met eerst up te gearen en dan te bouwen. En dat is eigenlijk wel beter, maar ik heb daar geen zin in. Oké, goed. Twee blokjes hier vandaan. Hier hetzelfde. En ik wil van mijn beest zo iets, van, iets Afrikaans maken, zo iets cultachtig. Ja, ik zeg nu niet dat Afrika een cult is, begrijp me niet verkeerd. Ja, oké. Je snapt wat ik bedoel. Oké, dan is het de bedoeling. Ik heb deze van Reddit gestolen. Ik ga hier compleet honest in zijn. Nee, de Black Pearl had ik niet gestolen van Reddit. Maar deze zag ik op Reddit. Het zag er zo simpel uit. Ik wil het ook bouwen. Dus bij deze, het is een tutorial hoe je dit bouwt. Ja, het ziet er fucking awesome uit. Ik heb hier ook echt zin om hier een fucking cool mine ingang te maken. En dat is ook wel echt het plan. Maar ik denk wel wat meer stone nodig hebben. Dus daarom ga ik even al wat meer cobblestone bakken. Dus we hebben hier nog wat cobblestone. We hebben hier nog wat. Dan pakken we daar twee bloks van. Oké. Zo. En zo. Oké. Dan zet ik dit om in stone bricks. En misschien ook een stone cutter maken. Dat zou in theorie ook wel goed uitkomen. Nu alleen, hoe kom ik hierop? Oké, zo dus. Ik heb ook nog een spider spawner gevonden. Ik weet nu niet precies waar dat die is. En nee, niet in de mineshaft, maar effectief een aparte. Waar ik die music discs heb gevonden. Dat zijn de twee statues zoals ze nu zijn. Ik ga even wat een stone cutter. Ik weet alleen niet hoe dat ding maakt. Dat moet ik ook eens opzoeken. Kijk, ik heb het eens opgezocht en blijkbaar is het 3 stone. Dat wat perfect uitkomt, want dat kwam niet goed uit. En een iron, dus dat moet ik wel hebben. Yes. Dan doen we zo en zo. En we hebben onze stone cutter. Oké, als het goed is, heb ik er 8 nodig. Ja, maar ik zat eigenlijk te denken aan 6 van deze. En 2 van deze. Oké, dus deze doe ik zo. We gaan kijken of dat een beetje mooi is. Maar ik denk het wel weer. Zo. En dan doen we dit zo. En zo. En zo. En dan langs deze kant hetzelfde. Wat doet met de scary Minecraft muziek, though? Goed. Woe! Yes, that's looking pretty cool. Yes. We moeten nog wat stone hier en daar. Echt gewoon stone bricks een beetje vervangen door stone blokken. Het beste zou natuurlijk zijn zo van die gebroken stone bricks. Maar daarvoor zou ik de dingen moeten zoeken. Het end portal stronghold. Maar die heb ik nu niet. Dus ja, dat is jammer. Maar goed, dan moet ik dat ook natuurlijk doen aan de andere kant. En het wordt nacht. Oei, dat is niet goed. Maar waarschijnlijk zal iemand anders. Wie is er online? Ah ja, kijk. We hebben ook zo'n systeem. Dat de kleur van uw naam aanduidt welk team dat je zit. Nu, ik heb het systeem pakt van iemand gestolen. Maar het probleem is, als je doodgaat, reset dat. Dus dat is wel een beetje lastig. Dus misschien... Dus ik ga er wel eens een keer een fix voor opzoeken. Maar dat is iets waar ik nu totaal geen zin in heb. Je hebt ook te denken om wat vanilla tweaks, graphical dingen toe te voegen aan mijn Minecraft. Zodat alles er een beetje mooier gaat uitzien. Zo van die, normaal zie je mij niet voor texture pack, maar het is ook niet echt een texture pack. Het is echt zo, het is echt iets om je game mooier uit te laten zien. Oké, maar nu moeten ze een soort van snor krijgen. Of zo.
Een echte snor. Ik weet niet, de zo ik het zelf een beetje bekijkt, I guess. Oké. 1, 2, 3, fire. En zo moeten er twee laagjes. Zal ik deze jump halen? Nee. Ik was wel echt de parkourmaster geweest, mocht ik dat gehaald hebben. Ik kan wel via de taiga-boom erop. Yes. Het is toch wel wennen hoor, zonder lightra en al. Ja, kijk, we gaan niet wenen. Alles komt goed. Dan natuurlijk, ah ja, natuurlijk die... Auw! Dat is niet leuk. Maar nu moet ik nog... ja, ik ga gewoon weer terug met die stonecutter. Zo, 4 van de D's. En... boom. Dan zijn onze beeldjes zo af, hopelijk. Ik heb nog een opname beloofd met Aaron. Dus ja, misschien zien sommige mensen wel naar waar ik toe aan het gaan ben. En misschien kunnen er later nog wat vines of wat leaves aanhangen. Dat gaat ook wel iets hebben, denk ik. Ja, toch denk ik dat die jump echt mogelijk is, maar... Precies ook weer niet. I don't know. Oké, dan doen we deze gewoon. Yes. Oh, nee. Oh. Oké, dan. Dat is goed. Ik dacht dat dat kobbel ging worden, maar blijkbaar niet. Oké, dan. Zalig. Oké, dan is het precies niet zo moeilijk. Ik ga wel... Zo... Oké. Iets meer blokjes omzetten. Wow. In dinges. Nee. Zo. Oh, fuck. Ik zie nu pas dat ik een fout heb gemaakt. Oh mijn god. Ze moesten blijkbaar maar 3 breed zijn. Ai. Oké, dit valt gemakkelijk op te lossen. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Oké, guys. I fixed it. Het is nu normaal gezien terug op... normale grootte. En het komt eigenlijk goed uit, want in het midden moet een stone slab. En daar heb ik er net 2 van, dus dat is perfect. Ik moet alleen nu nog even 4 stairs maken. Boom. Goed. Nice. En dan ga ik de volgende episode al wat werken aan de mine, denk ik. Of tegen de volgende episode, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik moet helemaal die boom klimmen om aan de andere kant de snor te fixen. Nice. Oké. Zo, dan... Oké. Het is wel echt een... Ik vind het ziet er echt cool uit. Ook even aan die andere kant fixen. Jezus, een elytra zou nu wel goed uitkomen. Fuck. Zo, mijn eerste build van de server afronden. Yes. Oké. Oké. Dan moeten we hem een gigantische neus fixen. En dat ging zo. 1, 2... 3, 1, 2, 3. Oké, dat is wel jammer, dan kun je die slab daarachter niet zien. Misschien pas ik het nog een beetje aan of zo. Maar ja, op het moment niet. zo. My fault, guys. Je kunt de slab wel nog zien. Geen paniek. Of ah nee, ik heb de neus 1-1 te hoog geplaatst. Oh mijn god. What do I do? Maar eigenlijk vind ik de neus zo ook wel goed genoeg. Of ja, ik weet het niet. We zullen zien. Achteraf. Ik moet het ook niet exact kopiëren. Zo. Nu moet ik nog die wenkbrauwen fixen. Oké, ik doe het zo. Zo. En zo. Wacht, hè. En, ah, oh, fuck ja, dat is typisch. Boom. Oké. Statue is nog niet af, maar wel bijna. Oké, ik gebruik wel even wat hout om wat hoger te komen. Ja, zeg, het maakt niet uit.
Zo. Boom. Yes. Komt perfect uit. Looks pretty damn sick. Vind ik toch. Het is nog niet af, maar wel bijna. Oké, en dan moeten we nog een paar dingetjes doen. Weer al zoals net. Zo. Oké. En de rest zet ik... nee, wacht, niet de rest, dat is wat veel. Zo, hopelijk is dat net genoeg. En dan zouden de statues af moeten zijn. Oké. Auw! Nee, dat is niet de bedoeling. Auw. Alleen de achterkant ziet er nu niet zo super clean uit, maar de voorkant wel nog. En dat is wel het belangrijkste voor mij, I guess. En als het echt niet mooi is, ja, kijk, dan halen we het weg. Maar ze zien er nog wel fucking cute uit vanaf hier. Als ze er nog wat extra leaves rondhangen, kunnen er echt wel... het ziet er nog wel redelijk cool uit, vind ik. We moeten niet klagen. Oké, goed. Hoe kom ik hierop? Zo, nice. Niet gedacht dat ik die jump ging halen, maar natuurlijk ben ik de Minecraft koning, dus dat is allemaal geen probleem. Zo. En zo. Oké, dan is deze bult af. En dan ga ik maar eens slapen en deze dirt weghalen. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje mooi vinden. Ik vind dat het op zich nog wel leuk is gelukt. Hier heb ik een mooie thumbnail. En dan ga ik ook deze video afsluiten. Dus vond deze video leuk? Was een blauwrempje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Minecraft Survival Season 2. En ik zeg ciao.